Meneer president, mag ik beginnen met u van harte te bedanken voor uw uitnodiging om hier vandaag bij u allen te zijn. Ik hecht er buitengewoon veel waarde aan om hier vandaag te mogen spreken, vandaag op deze belangrijke dag, op Kitty Kotti, de dag der vrijheden. De dag waarop wij met elkaar de afschaffing van de slavernij herdenken. En hier, op deze betekenisvolle plek, bij het Kwaku-monument in Paramaribo. En ik hecht er waarde aan omdat de geschiedenis van Suriname en die van Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En omdat wij elkaar alleen recht in de ogen kunnen kijken. En ook alleen recht vooruit richting de toekomst als we ook achterom kijken. En dat verleden onder ogen zien dat te lang niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Dames en heren, geachte aanwezigen. Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid waar Nederland een belangrijk aandeel in had. Op veel plekken in de wereld zijn de sporen van dit pijnlijke verleden nog altijd zichtbaar. In Afrika en in Azië. Hier in de regio. In Guyana en Brazilië. In de Caribische delen van ons koninkrijk. En hier natuurlijk in Suriname. Hier in Suriname, waar met medewerking en met instemming van Nederlandse bewindvoerders honderdduizenden volwassenen en kinderen naartoe zijn gehaald. Tegen hun wil en met extreem geweld. Waar zij onder mensonterende omstandigheden moesten werken op plantages, in dichtbegroeide bossen en in zwampgebieden. En waar voor degenen die zich hiervan wisten te bevrijden, de Marons een uiterst onzeker leven wachten, vol ontberingen. Hier in Suriname, waar ook de inheemse bevolking zwaar te lijden had van dit schrikbewind. Het waren inheemse vrouwen en mannen die als eerste tot slavernij werden gedwongen en ook als eerste in verzet kwamen. Zij waren het die door kolonisten van hun land werden beroofd en met geweld waren verdreven.
was hier natuurlijk ook, zoals u gisteren gehoord en gezien heeft, om namens de Nederlandse regering excuses aan te bieden, juist hier, juist ook op Surinaamse bodem. Wat ook zeer indrukwekkend was, waren de gesprekken met de nazaten van de tot slaafgemaakten, die gisteren bij mij aan tafel zaten, van wie ik een aantal eerder had gezien, een aantal eerdere gesprekken ook heb gehad, maar ook dat was gisteren weer zeer indrukwekkend en ook verdiepend. Om van hen te horen hoe we nou met elkaar vorm kunnen geven aan dat zogenaamde traject na de komma. En hoe we invulling kunnen geven aan maatschappelijke initiatieven. En vooral ook aan educatie, waar zij terecht wat mij betreft op hamerden. En wat we vooral laten zien is hoe belangrijk het is dat we met elkaar dit traject daadwerkelijk samen doen. Ervoor te zorgen dat we ook erkennen dat er hele verschillende perspectieven zijn. Dat we alle stemmen laten horen. Uiteraard hier in Suriname, maar ook binnen de Surinaams-Nederlandse gemeenschap, de diaspora. En ik heb ook geprobeerd daar stil bij te staan gisteren tijdens mijn toespraak bij het Kwaku-monument. En ook dat was, vond ik, zeer indrukwekkend. Om mij te laten inwerken, om te luisteren naar de andere sprekers. Maar ook om juist op die plek aanwezig te mogen zijn. Te midden van Albert Ramdin, president Santokki en een aantal anderen. Naast de herdenking van het slavernijverleden ben ik natuurlijk ook in Suriname om over de bredere samenwerking te spreken tussen Nederland en Suriname. En gisteren heb ik daar uitgebreid met de president over gesproken, vandaag met minister Ramdin. En laat ik nog eens benadrukken hoe intensief het contact de afgelopen weken, maanden en jaren sinds deze regering is aangetreden is geweest. En ik kijk met grote waardering ook naar al het werk wat deze regering, deze president, deze minister van Buitenlandse Zaken verzetten. Om te zorgen dat de toekomst er voor alle Surinamers nog weer beter uit komt te zien.